Dit is Koinonia Bijbelstudie. Dit is Koinonia Live, vrijdag 19 juli 2019. Nou, dat heb ik lang niet gehoord. Ontzettend lang zijn wij weg geweest. Ongelooflijk. Maar ja, we zijn er weer. Ja. De verhuizing is voorbij, we zijn een beetje gesetteld in de rondte. Nou ja, de gewone werkzaamheden, zullen we maar zeggen, die pakken we weer op. Hè. Dus ook Koinonia Live, elke vrijdagavond om 19:30. Niet meer echt live, het zijn allemaal, het is nu al een opname hè, tegenwoordig. Dat bevalt toch wel beter. Hè, dan... Ja, maar ook met name omdat mensen toch niet reageren tijdens de uitzending. Hè. Dus dan kunnen we het ook net zo goed... Helemaal op onze eigen tijd doen, hè? Nee, laten we daar eerlijk over zijn. Jullie luisteren blijkbaar toch pas later daarnaar, dus... Ja. Oké. Okay. Maar we maken het in ieder geval. Dus voor ons in ieder geval een stuk makkelijker. Nou, wat gaan we doen in deze aflevering? We hebben er zin in. We hebben prachtige onderwerpen. We hebben het vandaag over Psalm 2, vers 7. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En een Anglicaanse versie van Psalm 1 en 2. Ah, prachtig. Ja, heel mooi. Schitterend. Die laat je horen, hè? Die laat ik horen. Ik zeg er ook iets over nog straks. Ja. En we komen nog even terug op de preek van vorige week zondag over Colossenzen 1. Ja, dat was een preek in de Heemkerk in Heemstede. Daar heb ik geen opname van. Dat moet ik toch eens anders doen. Maar... daar hebben we nog even over nagepraat. Nou, dat is het voor deze aflevering. We hebben er even over nagepraat. En het is heel interessant geworden wat er uiteindelijk uitkomt. Nou, maar dat mag u beoordelen. Ja. Die het gaat beluisteren. Nou, laten we maar meteen beginnen. Laten we maar beginnen met de Anglicaanse versie van Psalm 1. En dan nu even een stukje uit Psalm 2, waar ik toch wat
nou ja, een beetje moeite mee hebt. En misschien wel meerdere mensen met mij. Komt misschien omdat er een stukje kennis ontbreekt bij ons. Of in ieder geval bij mij. En dan staat daar in 7, vers 7. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon. En dan heeft hij het tegen David. Tegen David. Hè? U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Maar dan lees ik toch. U bent mijn zoon. En hij heeft maar één zoon. Enige geboren zoon. Christus. Dan denk je toch dat hij het niet tegen David heeft. Ja. Pas op met die term enig geboren, hè? Want dat heb ik wel eens uitgelegd. Dat is dat berust op een gigantisch misverstand in de Latijnse vertaling. God heeft verwekt. Ja, nee, maar enig geboren, dan zou je zeggen, er kan maar één zoon zijn. Dus als er hier staat, u bent mijn zoon, hoe kan dat dan op David slaan? Dan ga je op die manier redeneren, hè? Want dan is... Ik weet wel dat er in de Bijbel voorkomt dat wij zonen zijn. Hè? Dus we zijn allemaal zonen. Dus je moet een beetje genuanceerd mee omgaan. Ja, dat snap ik, dat weet ik wel. Maar hier zegt hij van, ik heb u verwekt. Hè? U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Ja. Oh, dat is het misschien. Ik heb u heden verwekt. Nou, zullen we proberen dat te ontrafelen? Ja, graag. Want we hebben in ieder geval, je hebt een drieërlei zoonschap. Hè? Je hebt de hele algemene uitdrukking een zoon van God. En dat betekent eigenlijk alleen maar wezens die op God lijken. Of uit God voortgekomen zijn en op God lijken. De zonen van God bijvoorbeeld in Genesis, wat is het hoofdstuk? 9 aan het begin van, of Genesis 7, aan het begin van de zondvloed. De zonen van God vermengden zich met de kinderen van de mensen, met de vrouwen namelijk. Dat is een geslachtslijn, dat is de lijn van Seth, dat zijn de Bnei Elohim. Maar dat heeft wat betekenis, dus mensen die bedoeld zijn om een voortbouwsel van het karakter van God te zijn. Dus dat is heel algemeen. Ja. Dan gaat de koning God representeren tegenover het volk. En dan is de koning in een hele bijzondere zin een Ben Elohim. Ja, dus een zoon van God. Het woordje ben bij ons betekent dat biologisch kind. Maar het kan bij ons ook, bij geadopteerde kinderen, kan het zijn degene die in een bepaalde familierelatie opgroeien. Maar het betekent in het Hebreeuws ook altijd degene die het bestaan van de ouders voortzetten. Hè. Denk aan Sarah die zegt, wanneer Hagar een kind bij Abraham, of Abraham een kind bij Hagar moet krijgen, misschien zal ik uit haar ebane, gebouwd worden. Dus een zoon krijgen via haar wil zeggen, ik word voortgezet, mijn bestaan wordt uitgebouwd met behulp van deze zoon. Ja. Maar dan is er in het Nieuwe Testament de openbaring van de unieke zoon. De enige geboren is een verkeerde vertaling van het Griekse monogenes, ja, nogmaals, dat is een verkeerde vertaling. Kan me helemaal niet schelen dat de geloofsbelijdenis dat zegt. Die vertaalt dat verkeerd. Enig geboren wil zeggen, er is er maar eentje die geboren is. Maar dat is niet wat er staat. Er staat letterlijk uniek. Enig in zijn soort is wat monogenes betekent. Dus dat is gewoon een ingekankerde verkeerde vertaling. Daar moet je afstand van nemen, dat moet je vergeten. Al die vertalingen die zeggen enig geboren, die zitten ernaast. En die suggereren met geboren twee verkeerde dingen. Ten eerste dat de Heer Jezus geboren, dat wil zeggen geschapen is. En ten tweede dat je dat moet zien, hè, dus ik heb u heden verwekt, dat verwekken iets te maken heeft met het voortbrengen van kinderen, hè, dat wil zeggen bevruchten en baren, wat daarbij hoort. Hè. Nee, dat kan ook niet. Als hij heden verwekt is, dan zou het toch nog wel 9 maanden duren voordat hij geboren is, nietwaar? Dus dat verwekken heeft hij ook een hele andere betekenis. Ja. Dus hier moet je dus echt taal van vertalingen goed onderscheiden van de strekking van de oorspronkelijke woorden. Nou, wat is hier het besluit in vers 7? Ik zal het besluit bekendmaken. Er is een besluit van de Heere God geweest.
staat er in vers 6 al, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Dus een koning is gezalfd, dat heeft de profeet gedaan. En daarin ligt een besluit. En dat besluit is dat de koning rechtstreeks door God zelf is aangewezen. Dus die koning heeft tegen David gezegd, de Heere God heeft tegen David gezegd, jij bent degene die mij representeert, namelijk mijn zoon. Als koning over Israël. Ik heb u heden verwerkt. Vandaag heb ik jou in die positie geplaatst. Ja, ja, precies. Dat is wat dat vandaag betekent. Ja, ja. Zie je? Nou, en dan zegt Hebreeën 1, dat moet je dan meteen erbij lezen. Wat moet er die verhouding met de Heer Jezus als de unieke zoon, enige geboren zoon dus in die vertaling, dat moeten we ook nog verhelderen. In Hebreeën 1 wordt dat dus toegepast op de Heer Jezus in vers 5. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Nou, tot niemand heeft hij dat gezegd. Mm-hmm. En deze zoon, want daar gaat het over in Hebreeën 1, hè, erfgenaam van alles, et cetera. Tegen hem is gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dus de schrijver van de Hebreeënbrief, laten we zeggen Paulus, die zegt hier, die woorden van Psalm 2 zijn eigenlijk en uiteindelijk en tenslotte bedoeld voor de Heer Jezus. Ja. En dat leidt mij tot een heel algemeen beginsel. De psalmen spreken rechtstreeks over David. Bedoelen daarmee alle koningen van Israël. En uiteindelijk bedoelen ze de Heer Jezus Christus als de ultieme en ware koning. Zoon van Abraham, zoon van David. Nou. Maar moet je goed beseffen, hoe ontdek je dat nou? Ga maar na. Steeds in elke psalm waar David aan het woord komt, of de belevenissen, de geschiedenis die David daarin aan de orde stelt, of die rechtstreeks van toepassing is op de Heer Jezus. Nou, psalm 51 niet. Maar die strijd van Absalom, met Absalom in psalm 33, in een geestelijke zin wel. Dus er zijn onderscheidingen. Handelingen 1 vers 20 citeert ook een psalm, 147, waarin het gaat over Judas. Zijn plaats zal tot een woestheid worden. He, dus de plaats van Judas, het leven van Judas is, laten we zeggen, volkomen buitengesloten. De psalmen, psalm 110 en dat soort psalmen, die spreken allemaal over David, maar ze bevatten woorden die op David niet van toepassing kunnen zijn. En als je dat vindt, woorden die niet op hem van toepassing kunnen zijn, dan weet je dat zo'n psalm dus een messiaanse strekking heeft, dat ze via David verwijzen wil naar de zoon van David. Nou, Robert, ik vond het een fantastische, domme, goede opmerking van mij. Want je hebt weer een fantastische uitleg gegeven. Ik kan natuurlijk niet meer aannemen dat iedereen dat maar allemaal gewoon weet. Hè? Maar daarom zijn de vragen ook. Dus, oké. Laat ik dan eindigen met vers 12. Kus de zoon. Dat is wanneer de prinsen en de stamhoofden en de familiehoofden naar voren zouden komen in die troonzaal. Mm-hmm. Zich dan buigen, de hand van de koning kussen. En daarmee aangeven dat ze zich onderwerpen aan het gezag van die koning. En daarmee aangeven in dit geval dat ze zich onderwerpen aan het gezag van de Heere God die deze koning aangesteld heeft. Ja. De zoon kussen, de Heer Jezus kussen, mm-hmm. de hand kussen. Wil dus zeggen je onderwerpen aan het gezag van de Heer Jezus als de ware koning. Ja. Van de hele wereld. Mm-hmm. Nou, dat worden wij geacht te doen. In maar dat was voor hun nog in het verborgen, hè? Voor hun was dat min of meer, nou, zeg maar. Voor hun was dat letterlijk in de realiteit met de koningen van Israël. Ja. Maar de profetische blik van de psalmen, zoals dat in de tempel ook gezongen werd, die besefte wel dat er nog een verborgen belofte in dat koningschap van David lag. Kijk, David krijgt die belofte dat er na hem iemand zal zijn die nog groter is dan hij. Niet vergeten, David mocht de tempel niet bouwen. Had bloed aan zijn handen. Salomo mocht de tempel bouwen. En het eerste wat Salomo doet is zoveel vrouwen nemen dat zijn hele hart vol is met afgoderij. Dat waren aardse representanten van aspecten van het koningschap van Jezus. Ja, maar ze zijn nooit volledig deze Messias natuurlijk geweest. Ja. David faalt in zijn zonde tegenover Bathseba. In het bloed aan zijn handen tegenover zijn vijanden. Ja. In zijn onvermogen om recht te doen in zijn eigen huis. Waardoor een opstand van Absalom ontstaat. Salomo faalt met zijn afgoderij. En met de al te makkelijke relaties die hij met koningin van Sheba wil onderhouden. Enzovoort.
Dus al die koningen falen. Ja, maar juist om het verschil dan groter te maken. Hè? Dat is prachtig. Dat is het verschil met Christus. Zoals het en daarom hebben we dat Oude Testament zo hard nodig. Hè? Ja. Dat je ziet dan dat... Ja. Anders dan David is de Heer Jezus volledig bestand tegen de verleidingen. Ja. Je krijgt dat in een synoptische blik in de verleidingen in de woestijn. Dat zijn de drie verleidingen waaraan alle koningen van Israël uiteindelijk aan te gronden gaan. Ja. Ja, met de staf en met... Nee, dus dat is met maak van deze stenen brood. Gooi je van de hoogte van de tempel Die brood. Dat zijn de verleidingen van de Heer Jezus in de woestijn, Lucas 4. Maar de koningen van Israël zijn daar steeds in gefaald. Hebben daar steeds in gefaald. Zelfs die geweldige koning Josia... Die doet iets wat lijkt op het jezelf van de tempel. Die test God door, ondanks de stem van de profeten, strijd te gaan leveren met de koning van Egypte. En wordt dan door Nego II, de koning van Egypte, wordt hij verslagen en gedood. Je ziet, bij al die koningen kun je die drie verleidingen van de Heer Jezus ernaast leggen om te zien waar het misgaat. Hè? Ja. De Satan aanbidden, zodat je macht hebt... Wat heel veel van die koningen, koning Agas en Agab en zo, allemaal gedaan hebben. De afgoden van Syrië gediend om een grotere machtsbasis te hebben. Je ziet overal die koningen, ergens in die drie verleidingen zie je ze falen. Ja. En dat geeft dus een prachtig beeld van hoe bijzonder het is dat deze Heer in die drie grote verleidingen in geen van drie gefaald heeft. Ja. En wat zo mooi is, dat hij er niet in faalt, omdat hij zuiver het woord van God blijft hanteren. Wat die koning geacht werd te doen. Hè? Zijn deel. Volgens Deuteronomium 18 moest hij een afschrift maken van de Torah. Om zich nauwkeurig aan die Torah te houden heel zijn leven lang. En dat blijken die koningen dus niet gedaan te hebben. Dus als hij staat kus de zoon. Ja, dat werd dus gezegd. Ook over een aardse en feilbare koning. Want ondanks alles is het toch de gezalfde koning. David zal Saul niet aanraken of doden. Of niemand toelaten Saul te doden. Ja. Hoewel Saul... niet langer de aangewezen koning is. Koningschap van Saul is verworpen. David is al gezalfd als koning. Zal zijn plaats innemen. En toch raakt David Saul niet aan. Ja. Want het is de gezalfde van de Heer. Ja. Zo zit dat. Ja. En de man die probeert voordeel te hebben uit het bericht dat Saul gestorven is. Die laat hij zelfs executeren. Omdat hij minachting heeft voor de gezalfde van de Heer. Ja. Zo streng is dus dat idee van die zalving. Ja. Prachtig. Kust de zoon. Want als je die zoon niet kust. Dan wordt hij toornig en hij zult onderweg omkomen wanneer zijn toorn slechts even ombrandt. Hier is geen sprake van een lieve Jezus die voor iedereen allemaal leuke lieve dingen doet. Die een soort Sinterklaas is voor iedereen. Dit is een hele ernstige zaak. Als God zegt, jij bent mijn zoon. Ik heb je heden verwerkt. Jij bent mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Jij bent mijn zoon. Hoort hem, hè? Drie keren in de hele Bijbel. Psalm 2. Matthäus 17 en Matthäus 2. Elke keer weer is het God die spreekt en zegt, dit is mijn geliefde zoon. Dan wijst hij zijn representanten aan. En wij hebben die representant maar te gehoorzamen en voor hem te buigen. Kus de zoon. Ja, graag. Thank you.
afgelopen zondag hebben we het gehad over de Colossensebrief. Wat mij opviel was toch eigenlijk een bevestiging van wat ik al lang, waar ik al lang mee bezig was. Dat is de gedachte dat er in de kerk of de mensen in het geloof altijd zo erg bezig zijn met zichzelf. Hmm. Dat ze met het idee en het gevoel naar de kerk gaan dat zij er iets kunnen halen. En ik heb altijd, natuurlijk is dat wel prachtig, als je een mooie preek mee krijgt, natuurlijk hebben we dat ook nodig. Maar wat ik toch wel belangrijk vind, dat het veel belangrijker is naar wat je komt brengen naar God. Hè? Met welke houding, met welke verering, met welke stilte en eerbied dat gebeurt. En dat is mij zondag in die Colossense brief die we doorgenomen hebben, toch dat ik dacht van ja, maar zie je, dat is toch eigenlijk wat ik niet onder woorden kon brengen en wat me toch steeds om me heen gebeurde. Ja, dat ook, het is natuurlijk ook een zorg die ik daar wel eens over heb. We hebben in een heel ander verband een keer daarover gesproken toen we met 1 Johannes 2 bezig waren. Ja. Want toen viel het zo op dat er stond: ik schrijf uw kinderen omdat de zonden u vergeven zijn, ter wille van zijn naam. Dat is vers 12 van hoofdstuk 2. Dus dan zie je die kinderen, dat is eigenlijk iedereen in de gemeente, maar je zou ook kunnen denken dat zijn mensen die net in het geloof gekomen zijn, hè, net tot bekering zijn gekomen. Ja, waar zijn die mensen mee bezig? Ja, met hun vergeving van zonde. Dat is eigenlijk het grootste geschenk wat ze op dat moment in hun leven meemaken en doormaken. En daar zijn ze vol van. Mijn zonden zijn vergeven. En hij heeft dat voor mij bewerkstelligd. Maar dan in vers 13. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die van het begin af is. Dus de vaders in het geloof, dat zijn ook degenen die voorbeeld zijn voor jongere gelovigen, die gereikt zijn, volwassen zijn geworden in het geloof. Daar staat heel simpel bij: omdat u hem kent die van het begin af is. Ze kennen de Heer Jezus. En er staat dus niet dat ze hem kennen voor zover hun zonden vergeven zijn. Nee, ze kennen hem. Nou, dat was even de telefonische onderbreking. Dus ja, die vaders in het geloof, die kennen gewoon hem. Hè? Heel eenvoudig wordt dat zo gezegd. En ik denk dat dat te maken heeft toch met twee niveaus waarop we als gelovigen met deze dingen kunnen bezig zijn. Ik herinner me ook van heel lang geleden een commentaar van McIntosh op het boek Leviticus. Hè? Die zegt: Leviticus behandelt die offers. Eigenlijk als wij eredienst hebben, dan zijn wij net priesters die offers komen brengen. En wat zijn offers? Offers, dat zijn daden waardoor we God eren in de eerste plaats, maar ook de relatie tussen God en ons als het ware recht maken. En al die offers van het Oude Testament wijzen vooruit naar het offer van Christus aan het kruis. Want dat is het grote offer wat aan al die offers van het Oude Testament zijn kracht en geldigheid heeft gegeven. Nou, lang verhaal kort te maken. In Leviticus 1 vind je dan eerst het brandoffer. En het brandoffer heeft niks te maken met ons, heeft niks te maken met de zonde. Maar het brandoffer wordt gedaan alleen maar om God te eren. Louter en alleen maar om God te eren. En dat zie je aan een aantal dingen, bijvoorbeeld dat het een volstrekt vrijwillig offer is, dat er niet van gegeten wordt, dat het offer in zijn geheel wordt verbrand met alle onderdelen ervan, dat het een volstrekt volmaakte en zuiver dier moet zijn wat gebracht wordt. Dus McIntosh zegt van: kijk, dat is de hoogste vorm van onze aanbidding. En dat is dat we dat brandoffer brengen. Hè? Vergis je niet, Hebreeën 12 zegt dat ook wij lofoffers brengen. Hè? Wij brengen als ware offers, net zoals de Israëlieten in het Oude Testament. Alleen onze offers zijn offers van de lippen. Hè? Dat zijn gesproken offers, dat zijn gebeden en enzovoort, zijn gezangen. Nou, als je daar aan denkt, hè, dus aan het brandoffer, zoals McIntosh dat uitlegt, onze volkomen aanbidding, waarin het alleen maar gaat om de heerlijkheid van God zelf. En als je denkt aan die twee fasen in ons geloof, dat we kinderen zijn
en nog bezig met de zondevergeving. Maar vaders in het geloof zijn gewoon bezig met hem alleen. Dan zie je daar een soort van opbouw in. Hè? Dat we bezig zijn met onszelf en met onze zonden. Dat is één fase, heel belangrijk, is de basis van alles. Maar de bedoeling is dat we daar bovenuit komen. En dat we gewoon alle eer geven aan God en aan het Lam. Omwille van wat God zelf is. Een hele aardige tekst die ik onlangs las. Waarom moeten wij God aanbidden? Waarom moeten wij God loven? Kijk, dat we God moeten danken, dat is eigenlijk heel erg makkelijk te zeggen. We moeten hem danken vanwege wat hij gegeven heeft. Maar waarom zouden we hem moeten prijzen en loven? Heeft hij dat soms nodig? En dan zegt Bruce Waltke, een man die een prachtig boek over de psalmen heeft geschreven, die zegt, het is net als met een kunstwerk. Waarom geniet jij van de schoonheid van een kunstwerk? Nou, dat is niet om een bepaalde reden. Dat is niet omdat het kunstwerk voor jou gedaan heeft. Of dat jou geeft. Nee, omdat het kunstwerk dat, zeg maar, in zich waar is. Het is mooi. En omdat het mooi is, reageer jij met dat aangename gevoel. Hè, dat je getroffen wordt door de schoonheid van dat kunstwerk. En zo zeg ik met God ook. Mm. Als je net als die vaders van 1 Johannes 2 God leert kennen, dan ervaar je iets van de schoonheid van God. Hè? Iets van de heerlijkheid, kun je ook zeggen. De heerlijkheid die God heeft. Mm. Nou, en dat zie je dus prachtig in Colossenzen 1, waar Paulus dus eerst in vers 9 tot en met 14... tegen die Colossenzen spreekt, uitlegt waarom en waarvoor hij bidt voor die gemeente in Colosse. Hij houdt niet op te bidden en te vragen dat ze vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. Dat is de praktische kant. En dan in vers 10, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God. En dan zie je mooi die samenhang, hè? Vrucht dragen en opgroeien. Dat is wat het morele leven betreft, maar dat doen we door de kennis van God. En door God te kennen, daardoor verandert ook, verbetert ook ons morele leven. En dan met dank aan de Vader in vers 12, van we zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Dat erfdeel is dus veel ruimer dan alleen maar de zondevergeving. Maar vers 14 eindigt daar wel. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. Nou, het is wel een samenhang tussen de kennis van God en wie God is en wat wij ontvangen hebben. Maar het gaat in deze versen toch nog over wat wij ontvangen hebben. Dat is heel duidelijk. Maar hoe moet je nou begrijpen dat hij in vers 15 dan plotseling zegt, hij, ja, wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem, et cetera. Dat gaat zo door tot en met vers 20. Dan komt er plotseling een stukje theologie. Een lofzang op wie deze Heer is. En het heeft helemaal geen rechtstreeks verband. Ja, indirect natuurlijk wel. Maar geen rechtstreeks verband met ons. Met onze verlossing of ons morele leven. Het is gewoon uitleggen wie Jezus Christus is. En dat is natuurlijk schitterend om dat mee te maken. Dat gebeurt bij Paulus wel vaker. In Romeinen 9, in Filippenzen 2... Ja. En dat er plotseling zo'n lofzang komt, zo'n doxologie heet het dan. En dat is niet toevallig. Hij heeft net gezegd, we zijn overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dan zegt hij, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. Maar dan heeft hij genoemd de zoon van zijn liefde. En ik stel me zo voor dat Paulus dan even pauzeert. En bij zichzelf denkt, de zoon van zijn liefde. Ja, wie is dat nou eigenlijk? Ik kan toch niet hier blijven doorpraten, hè, en zeggen jullie Colossenzen, jullie zijn nu onderdeel geworden van het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, zonder nu te gaan vertellen wie die zoon van zijn liefde eigenlijk is. Dat moet ik nu toch kwijt, hè? Dat wel zo, en dan gaat hij het ook heel haastig doen. En als je zo die versen 15 tot en met 20 leest, hij struikelt bijna over zijn woorden. Hij legt niks uit. Hij legt helemaal niks uit. Het is allemaal. En dit kan gezegd worden, en dat kan gezegd worden. En ik heb het vermoeden dat hij gedacht heeft aan het eerste woord van de Bijbel. Bij ons de eerste drie woorden. In het Hebreeuws het eerste woord van de Bijbel, Bereshit. En wat we vertalen als in het begin, of in den beginnen, of in een begin. En dat komt omdat het Hebreeuws van Bereshit zoveel verschillende betekenisnuances heeft. Hè? Kan betekenen in een begin,
aan het begin, voor het begin, door het begin. Al die nuances zijn mogelijk. En begin kan zijn begin in de tijd. Begin als hoofd van iets. Hè. Begin als het eerste van een serie. Al die mogelijke betekenissen die zitten daarin. En dat gaat hij gewoon, ja, in gedachten komt het allemaal terug in vers 16. In hem zijn alle dingen geschapen. Nou, Bereshit, in dat begin zijn alle dingen geschapen. Einde van 16. Door hem en tot hem. Hè, door hem kan er ook Bereshit zijn. Door het begin en tot hem. Nou, Bereshit als tot hem is ook nog wel mogelijk. Bishvil HaTorah, Bishvil HaRashit. Terwille van hem is alles geschapen. Hij is voor alle dingen, want hij is aan het begin. Vers 17. Ze bestaan samen in hem. Ja, in den beginnen schiep God hemel en aarde. Dan kun je zeggen, nou, die schepping van hemel en aarde, die is in hem aanwezig. Hè? Want daar bestaat die hele schepping dan in. Hij houdt het bij elkaar. Hij geeft het eenheid. Hij geeft het duurzaamheid. En dan ook nog in vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Daar speelt in het woordje reshit, het woordje rosh. En rosh is hoofd. Ook een begin in zekere zin. Hè? Het is het eerste, het belangrijkste van jouw lichaam. Dat is dan je hoofd. Hè? Want dat bestuurt alle dingen. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. En dan staat er hij die het begin is. Hij is de arche van Johannes 1. Hè? In een begin schiep, in het begin was het woord. Hij is de reshit van Genesis 1. Het is net alsof je dus met behulp van dat woordje bereshit in het beginnen een heleboel aspecten weer van de Heer Jezus laat zien. En hij is gewoon bezig met theologie. Dit is theologie. Dit is hardop proberen uit te spreken wie God is. Dat is, zeg maar, dat is de zuiverste vorm van theologie. En dan doet hij het op zo'n manier dat ik het vermoeden heb, als je het een beetje bekijkt zo, dit is wel typisch de manier waarop een lied het zou doen. Hè? Een lied legt niks uit. Een lied noemt de dingen op een rijtje. En misschien met een soort opbouw dat je steeds naar iets hogers gaat. Of hoog begint en dan afdaalt. Dus het heeft alle vormen van poëzie. Althans van een poëtische manier van denken. Een hoog verheven taalgebruik. Waarin Christus zo benoemd wordt. En dat heeft dus echt het karakter van een lofprijzing. De allerbeste theologie is lofprijzing. Hè? Namelijk niet over God spreken, maar God aanspreken. Het is net alsof, zo zou je het heel makkelijk hier kunnen veranderen. Dat doet Paulus niet hoor. Paulus doet het niet zo. Hij legt het in die zin toch wel gewoon uit. Is het theologie, spreken over God. Maar je zou heel makkelijk hier een gebed van kunnen maken. U bent het beeld van de onzichtbare God. U bent de eerstgeborene van de hele schepping. En heel mooi, afgelopen zondag toen dit heel even ter sprake kwam via Hebreeën 1, de laatste in Hebreeën 1, in de dienst zelf. Toen gaf iemand lied 154 op. Zoon van God, in u aanschouwen wij aanbiddend vadersbeeld. Dat is Colossense 1, maar dan tot God gericht. Mm-hmm. Snap je? Dan zeggen we, van die zoon van zijn liefde, dan zeggen we, in u zien wij het beeld van de onzichtbare God. Paulus zegt hier, hij is het beeld van de onzichtbare God. Mm-hmm. Maar dat is lied 154, maar dan als theologie. Zoals lied 154 zeg maar gezongen theologie is, dan gaan we God aanspreken. Zo is Colossense 1, is gesproken theologie, dan gaan we over God praten. Dat is datzelfde lied, maar dan als uitleg. Nee. Maar het heeft sterk poëtische trekken, hè? Dat moet je goed realiseren. Het is niet zoals Paulus in de Romeinenbrief die dan uitlegt, kijk, dit is het begrip, daar staat het in het Oude Testament. Mm-hmm. Dit betekent dan. He, maar dat is achter elkaar zeggen, beeld van de onzichtbare God, eerstgeborene van de schepping, is geen uitleg van het vorige, is een nieuwe term. Want, en dan komen we nog weer een hele reeks, in hem zijn alle dingen geschapen, Genesis 1, hij is voor alle dingen, Johannes 1, vers 17, voor alle dingen, dat staat in Johannes 1. Alle dingen bestaan samen in hem was het leven was het licht van de mensen. En dan hij is het hoofd van het lichaam, dat is dan typisch voor Paulus dat hij ook over de gemeente gaat spreken. Hij die het begin is. Eerstgeboren uit de doden, krijg je de opstanding. De hele evangelie. In het hele evangelie is het steeds maar kwestie van schepping en verlossing. En in al die twee zaken neemt de Heer Jezus de eerste plaats in. Ja. Eerstgeborene van de doden. De eersteling van de schepping. Hij is in alles de eerste. En ik denk dat hij daarmee bedoelt,
Kijk, in dat koninkrijk, in dat koninkrijk van een zoon van Gods liefde, die in alle opzichten de eerste plaats inneemt. Mm-hmm. Daar bevind je je. En je hebt die zondevergeving ontvangen om daar deel van uit te maken. Maar nou is het Gods bedoeling dat je voor eeuwig deze zoon leert kennen. En dat je de heerlijkheid van die zoon gaat delen. En dat je de heerlijkheid van die zoon gaat teruggeven in een loflied. Dat je hem als het ware gaat aanspreken als de eersteling. Dat je in zekere zin de volmaakte vorm van lied 154 gaat zingen. En Openbaring 5 zegt, dat gaan we ook doen. Gaan we dat lied van het Lam zingen. He, dat is het derde grote lied wat de Bijbel kent. We kennen het lied van Mozes aan de Schelfzee. Het eerste lied van de verlossing. Dan kennen we het nieuwe lied. Ik zal een nieuw lied zingen. Dat is het lied van de koning en de Messias. En dan komt in Openbaringen nog een keer het allernieuwste lied voor. Het lied van de eeuwigheid. Hè? Dat is de lofzang op het Lam. Dus ja, zo zit het volgens mij in elkaar. Nou, en dat, als ik dat mag terugkoppelen naar waar je mee begon. Dan zie je dus dat het bezig zijn met die zondevergeving is heel belangrijk. Maar het gaat dan alleen maar om het binnengaan in die ruimte, in dat koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ja. Maar daar worden we geacht niet steeds maar naar onszelf te kijken of terug te kijken. Daar mogen we vooruit kijken naar de heerlijkheid van deze zoon. Die straks voor eeuwig openbaar zal worden. Ja, ik noem dat gewoon de schoonheid van de Jezus. Ik hoop dat ik in het gebed zei van ja, dat we toch ontdekken hoe mooi hij is, hoe schoon hij is. Hè? In de zin dat het gewoon een genoegen geeft om over hem na te denken en te beseffen wie hij is en wat hij gedaan heeft. Ja, dat is misschien het thema, de schoonheid van de Heer Jezus. En niet alleen maar dat hij onze redder wilde zijn. Want, nou ja, ik mag niet zeggen, dat weten we nou wel, want zo is het ook weer niet. Ja. Maar wel dat dat niet het uiteindelijke doel is. God wilde ons maken tot aanbidders. Hè? God zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid, maar die hem niet alleen maar aanbidden met dankbaarheid, maar die hem aanbidden om wie hij is, hè, die iets van zijn karakter hebben verstaan. Mm-hmm. En daartoe moest hij ons eerst van de zonde bevrijden, anders waren we daar nooit geschikt voor geweest. Mm-hmm. Dat had nooit zeker, gekund. Zeker, zeker. Maar het is niet ons doel. Nee. Vers 28 staat, hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen. En ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Omdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus zelf. In Christus Jezus. Ja. Dus het is wel de bedoeling dat we terecht gewezen worden. En ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Hè? Niet in onze eigen gedachten en verzinsels. Hè? Maar nou ja, dat staat eigenlijk gewoon goed de Bijbel lezen en goed begrijpen wat er werkelijk gezegd en bedoeld wordt. Als je nog ietsje verder leest in hoofdstuk 2, dan gaat het plotseling over de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht tot kennis van de verborgenheid van God de Vader, Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus Paulus weet aan die Colossenzen duidelijk te maken, je moet de zondevergeving accepteren en ontvangen. Beseffen over wie je dan bent tegenover God. Dat is één. Twee, je moet door die kennis van God worden gestimuleerd en onderwezen om ook een goed leven te leiden. Om het leven te leiden dat God voor jou bestemd heeft. Hè? Door overeenstemming met die God te leven. Drie, maar dan heb je ook nog schatten van kennis gekregen. En daar moet je je in leren verdiepen. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Ja, dan heb je als mens eigenlijk in dit leven niks anders meer nodig. De diepte van de wijsheid van God die aan ons is geopenbaard, ja, dat kan onze hele geest totaal vervullen en bevredigen. Ja, anders. Mm-hmm. En anders blijven natuurlijk die zuigelingen. Anders dus, blijven die zuigelingen. En die kleingelovigen. Hè? En er nog meer termen staan in de Bijbel. Het blijft heel belangrijk, want dat is natuurlijk een unieke daad van genade dat God ons op die wijze bevrijdt. Maar het is niet zo dat hij zegt, nu ben je van de zonde bevrijd. Nou ben ik klaar met je, laat me zitten. Ja, en geniet er maar van. Geniet er maar van. De volgende keer. Ja. Dat is absoluut niet de bedoeling. Hij wilde ons ook die rijkdom van genade tot in detail meedelen. We hebben dat in Gods woord natuurlijk. Die rijkdom, daar heb je het Oude Testament trouwens heel hard voor nodig. Hè? Niet alleen maar het Nieuwe Testament. Mm. Maar het Nieuwe Testament geeft dan de sleutel ook in handen om die verborgen schatten van wijsheid die in het Oude Testament liggen,
nog eens helemaal op te diepen. En zo deze zoon van zijn liefde te leren kennen. Het is heel mooi dat het zo gezegd wordt. We zitten in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Waar draait het om in dat koninkrijk? Om de zoon die door de vader wordt bemind. De vader heeft de zoon lief. Heeft hem alle dingen in zijn handen gegeven. En die vader wil in dat koninkrijk niet alleen maar dat we hem gehoorzamen. Niet alleen maar dat we er recht op hebben daar te zijn. Door de zondevergeving. Hij wil die liefde die hij heeft voor zijn zoon met ons delen. Hij wil dat wij die zoon leren kennen en leren liefhebben. Want alleen zo kan die vader zich aan ons openbaren. Niet alleen maar weten dat Jezus voor de zonde gestorven is. Niet alleen maar weten dat Jezus de schepper is van hemel en aarde. Maar hem werkelijk kennen. En we leren hem kennen uit de schrift en uit de praktijk van het leven. Die twee dingen die zijn de sleutel om hem te leren kennen. Maar hoe leren we hem kennen in de praktijk van het leven? Als degene die voor ons zorgt, als onze herder, als onze koning. Maar hoe leren we hem dan kennen zoals hij in zichzelf is? Daar hebben we de schrift, uitsluitend de schrift voor nodig. Op geen enkele andere manier kunnen we hem leren kennen. En dat is het hoogtepunt van die kennis, denk ik zelf in dit leven tenminste. Dat is lofzang. Lofzang, dat is in de praktijk gebrachte, gerealiseerde theologie. Alle theologie is uiteindelijk een lofzang. Ja, oké. Okay. Dat geef ik even tussendoor. Ja, ja. Een lofzang, het lofoffer. Maar nou gebeurt het wel heel vaak in verschillende kerken, andere stromingen, de hervormde, dat er veel, aardse zaken, politieke zaken. Nee, over het zingen. Ik heb het over het zingen. Het zingen, okay. De verschillende boekjes die er zijn. Ik kan maar eventjes niet op komen. Mag ik je even meenemen naar Colossense 3, vers 16? Want ja. We hebben het nu over lofzang. Ja, theologie als lofzang, hè? Theologie als lofzang, ja. Waar vinden we die lofzang? Ik bedoel, de goede lofzang, hè? En niet alleen over onszelf, zeg maar. Kunnen we daar... Snap je? Nou, zullen we eerst even kijken naar Colossense 3, vers 16 dan? Want dan zie je dus in ieder geval het belang van... Ja. De lofzangen. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Terwijl u in alle wijsheid elkaar leert. Elkaar onderwijst. En terecht wijst. Dus vermaand. Ja. Met, en dan komt psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Nou, ik denk dat die drie zaken, die psalmen, dat zijn ongetwijfeld geweest. De psalmen van het Oude Testament. Mm-hmm. Dus hier zegt Paulus, ook wij als Nieuwtestamentische gemeente, wij zingen die 150 psalmen. Sommige groepen doen dat niet. Lofzangen, nou, dat zijn dus zangen die puur en alleen maar op de eer en de heerlijkheid van God gericht zijn. Mm-hmm. En geestelijke liederen, dat zijn liederen met een of andere evangelische inhoud. Waaronder dus ook dankbaarheid voor onze zonden. Een soort combinatiezang, zeg maar. Dus het is niet zo dat het nou hier gaat om een hiërarchie. Dat het staat naast elkaar. Hè, maar psalmen, zodat we... Ik denk dat dat het punt is. Psalmen die... staan in Gods woord. Lofzangen zijn gebaseerd op Gods woord. Ja. En geestelijke liederen zijn afgeleid van God. Ja, maar de psalmen staan naast het hoofd. Want dat is de basis. Maar de volgorde wordt dus niet bepaald door de hoogte van het geloof, zeg maar. Hoe dicht we bij de Heer zijn. Maar wordt bepaald hier door... De uitdrukking woord van Christus is denk ik hier de sleutel. Nou, wat is het meeste Gods woord of woord van Christus? Dat zijn de psalmen die in de Bijbel staan. En dan komen de lofzangen die op die psalmen gebaseerd zijn. Mm-hmm. Die, laten we zeggen, rechtstreeks aan God, tegen God zeggen wie hij is, wat we uit de Bijbel geleerd hebben. En de geestelijke liederen, waarin we als het ware uitdrukking geven aan ons geloof en overtuiging. Alle psalmen zijn begonnen als geestelijke liederen. Ja. Totdat ze in de Bijbel opgenomen zijn en een definitieve vorm hebben gekregen. En toen werden het de psalmen, dat we zeggen, onderdeel van Gods woord. Hè? Dus wat Israël zingt als geestelijk lied, is voor ons openbaring geworden van het geloof. Ja, omdat het in de Bijbelse tekst is opgenomen. Ja, ja, ja. Maar dat is hier de volgorde. Maar ik denk dat ook in de psalmen, laten we zeggen, een derde deel van de psalmen, dat zijn klaagpsalmen. Een derde deel van de psalmen zijn lofliederen. En een derde deel van de psalmen is van allerlei genres. Heeft allerlei betekenissen. Hè? Maar dat is, de psalmen zijn niet alleen maar lofzangen.
Nee, nee. Dat is heel duidelijk. Het zijn ook historische. Of onderwerpen. Psalm 1 is een onderwijzende psalm. Hoort meer bij de wijsheidsliteratuur dan wat dan ook. Soms ook is het een vermaning aan de volken. Is het evangeliserend, zoals psalm 2. Kust de zoon opdat hij niet toorne, wordt tegen de volkeren gezegd. Nou, ga zo maar door. Ja. Maar met andere woorden, psalmen zijn niet altijd liederen waarin we met God alleen maar bezig zijn. Zijn we ook met onszelf bezig. Hè? Dus dat is niet de reden dat deze volgorde er zo staat. Dat geeft wel ook tevens de onderscheid aan, lijkt mij. Hè, van dat God hoog is en daar, ver boven ons verheven. En dat wij in die psalmen, weet je ja, wel... Ja, maar dat is een onderscheid binnen de psalmen. Dat wil ik wel even benadrukken. De psalmen zelf bevatten ook teksten waarin we met onszelf bezig zijn. Hè? David is in psalm 51 louter bezig met... De wonderbare genade die hij krijgt nadat hij met Bathsheba gezondigd heeft. Hè? Mm-hmm. En dat de Heere God hem niet bestraft volgens Deuteronomium 22, maar dat hij hem bevrijdt van de schuld omdat hij berouw toont. Door middel van de profeet Nathan toch weer een nieuw begin geeft. Ja. Dus ook de psalmen zijn teksten die we met onszelf bezig zijn. Maar ik vind persoonlijk een lofzang in de psalm is bijvoorbeeld psalm 119. Het is één grote lofzang. En psalm 19. Maar vooral psalm 119. Eén lang bezig zijn met de verdiensten van Gods woord. Hè? Mm-hmm. Wat Gods openbaring te betekenen heeft, dat vind ik een geweldige lofpsalm. En psalm 23, de Heer is mijn herder. Dat God in het karakter van zijn herder zijn daar helemaal... Daarin wordt gemaakt. En met name het vijfde psalmboek is vol met lofzangen. Maar waar het mij om gaat, waar het jou misschien om gaat, is ook van hoe zit dat nou in onze liedboeken? Want over het algemeen kennen wij die pure lofzang niet. Nou, er is een enorm misverstand over een lofzang, vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Dat kan aan mijn leeftijd liggen. Er zijn heel veel liederen in opwekking. En met name de nummers boven 400, die bedoeld zijn als lofzang. Mm-hmm. En dat merk je aan, laten we zeggen, een soort van emotie die daar doorheen gaat. De psalmen en de geestelijke liederen en de lofzangen die Paulus hier bedoelt, hebben helemaal niets te maken met emotionele toestanden, met geraakt worden. Mm-hmm. Dat is een aardse zaak. Hè? Ja. Onze emoties zijn een aardse zaak, horen bij ons lichamelijk bestaan. En je wordt niet aangesproken op je emotie. Je wordt niet aangesproken, mag ik het zo zeggen, op je nieren. Je wordt aangesproken op je hart en op je hoofd. Dat is wat een goed lied doet. Je hoofd, omdat de waarheid gezegd moet worden in een lofzang. Zoon van God, in u aanschouwen wij aanbiddend vaders beeld. Dat is ook verstandelijk correct. Het is goede leer. En je hart. Want dat woord... aanschouwen wij aanbiddend is een oproep om die aanbidding ook te gaan voelen, om je hart dus zo leeg te maken en zo zuiver te houden dat je dat mag ervaren. Dat je het ook goed hoofd aanschouwen. Maar niet emotie. Nee. Als je naar die melodie kijkt van dat lied, het wil ons niet opzwepen. En dat is iets wat je in geestelijke liederen nooit zult meemaken, dat je wordt opgezweept door de melodie. Maar wat je bij opwekking regelmatig meemaakt, hè? Door herhaling van woorden, dat beetje mantra-achtige herhalen van hetzelfde. En wat in de psalmen zelden gebeurt, en dan nog alleen maar als het een beurtzang betreft. Hè? Je hebt wel eens in de psalmen dat iets herhaald wordt. Ho, doe dat de Nike Tovki, Leolam Gasdo. Prijst de Heere, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Hè? Of is dat in eeuwigheid? Ja, dat wil wel even. Maar dat is een koor. Je hebt een voorzanger en een koor. Hè? Dus dat is een refrein wat herhaald wordt. En dat is zeldzaam in de psalmen. Maar in opwekking is dat steeds gebruikelijker geworden om je de kans te geven je emoties te uiten. Daarom vind ik het zo mooi dat hier staat. En die herhalingen, hè? Vele herhalingen. Waar hij het dus heeft over psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Hoe benoemt hij dat nou? Dat het woord van Christus rijkelijk in je woont. Dat je elkaar in wijsheid onderwijst en terechtwijst. Dus de drie functies van het zingen. Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Van dat zingen in je hart voor God. Hè? In je hart voor God. Niet luid naar buiten toe met je mond. Maar in je hart zingen voor God. Je kunt heel verstild zingen. En dan zingt en jubelt het in je hart. Want God kan dat horen. En dat moet je niet uiterlijk doen. Dus hetzelfde als met bidden.
het verkeerde manier van bidden is op de hoek van de straat gaan staan en het hart uitschreven, zoals sommige fariseeën gewend waren te doen. Nee, Jezus zegt, als je wilt bidden, dan moet je symbolisch gezien, je moet je binnenkamer in. Hè? Je moet in de stilte, in de verborgenheid tot God bidden. Maar zoals met zingen dus ook. We zingen wel hardop met elkaar in de gemeente, maar we horen te zingen in onze harten voor God en niet met onze monden voor elkaar. Terwijl je op die manier toch, hè, al zingende, elkaar terechtwijst en leert, hè, door de liederen die je opgeeft, door de woorden van die liederen. Het gaat om de woorden en niet om de emotie. En dat is heel belangrijk. Nou, je hebt dan in Opwekking, dat is maar één voorbeeld, ook in Johan de Heer staan liederen die eigenlijk alleen maar tot functie hebben om de emoties te raken. Hè? Je zegt, het gaat niet om de emotie, ben je er helemaal mee eens, maar sommige psalmen of gezangen, geestelijke liederen, die geven je wel bepaalde emotie mee, maar meer, dat is dan voor de Heer, weet je wel. Hoe noem je dat? Ik had net het woord, dat je een soort aanbidding, weet je wel, een soort verwondering hoe prachtig hij is. Maar het is wel een soort van emotie. Hè? Dat heb komt ik toch emotie wel, misschien wel bij kijken, maar het is geen emotie. Precies. Maar het is wel een bepaald gevoel naar... Ik zou een heel ander woord daarvoor gebruiken. Ik zou het woord ontroering. Ja, dat zocht ik. Dat zocht ik, dat woord was ik even kwijt. Alsjeblieft, mag je zomaar hebben van mij. Door, niet af. Kijk, als je voor een mooi schilderij staat, dan kun je natuurlijk een emotie hebben van aantrekkelijk of niet aantrekkelijk. Ja. Maar dan heb je er nog niks van begrepen. Hè? Je kunt ook voor een plaatje op een NS-station een poster... kun je een emotie hebben. Dat zegt niks over de inhoud van wat je ziet. Maar ontroering, echte ontroering. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat komt toch eigenlijk vanwege de inhoud ervan. En ontroering past wel degelijk ook bij ons zingen tot God, ons zingen met elkaar. En die ontroering, maar pure emotie is iets anders. Die wil je ook in je zingen, die komt in je zingen tot uiting. Want we hebben het net over van dat het jubelt en dat je zacht zingt, zeg maar, meer in je hart. Nou, dan zing ik het in mijn hart, hè. Bepaalde liederen, maar ook naar buiten toe, hoor. En dan wordt het helemaal één en dan wordt het daar naartoe gebracht. Heel belangrijk is het om te beseffen dat in een emotie is een gemoedsbeweging waarin het van mij uitgaat en naar mij toe gaat. Hè. Een emotie is iets wat als het ware binnen mijn eigen bestaanssfeer blijft. Ik kan iets mooi vinden, aangenaam vinden, lelijk vinden, aantrekkelijk vinden. Ik kan boosheid over iets voelen, ik kan door iets onder de indruk raken, angstig worden. Dat zijn allemaal mijn innerlijke reacties op iets wat ik waarneem. Maar ontroering en schoonheidsgevoel, dat is iets anders dan dat. Dat wordt uitgelokt door dat wat ik zie. Dat spreekt allerlei zintuigen. Een moeder die reageert op het huilen van haar baby, ervaart ervaart ook wel emotie. Maar wat veel belangrijker is, dat het huilen van haar baby een signaal is wat in haar hele wezen doordringt, waardoor ze beseft dat ze aandacht aan haar baby moet schenken. Dat noemen we geen emotie. Want ze kan dat doen terwijl ze, zeg maar, zo moe is dat ze de emotie niet eens ervaart. Maar het signaal komt aan en ze gaat meteen naar die baby toe. Ja. Nou, datzelfde heb ik altijd met een mooi schilderij. Als je echt aandacht geeft aan dat schilderij, dan treft dat schilderij jou aan. Maar dat is heel iets anders dan dat je... een bepaalde, het is eerder zo dat je emoties tot verstilling komen, dat je emoties tot rust komen. Je zult maar de kerk binnengaan, de gemeente binnengaan en je bent vol nare emoties, want je hebt net je auto tegen een paaltje gereden en je hebt er maar net het leven van afgebracht en je zit vol met zorgen over hoe je dat betalen kunt en dan stap je de gemeente binnen. Want je wilt dan toch naar die kerkdienst. Nou, die emotie, daar heb je niks aan. Dat zou je hele kerkdienst kunnen bederven. Wanneer je dan gaat zingen en je gaat toch mee in die kerkdienst, dan is het niet zo dat die emotie verandert of weggenomen wordt. Nee, maar ze wordt helemaal op de tweede plaats gesteld. Mm-hmm. Niet door een nieuwe emotie, maar door een ontroering of een betrokkenheid die daar bovenuit gaat. Ja, hoor. De wil is belangrijk. Laten we zeggen, het hart is belangrijker dan de nieren. De nieren is de plaats van de emoties in het Oude Testament. Het hart daarentegen is de zetel van verstand en wil. En het hoofd is de zetel van het berekenende verstand. Hè, van wat wij zouden noemen het,
De gochme, de wijsheid, het inzicht wat je hebt in dingen. Ja. Verstand en hart moeten samenwerken. Maar dat betekent dus niet dat er een eenheid moet zijn tussen verstand en emoties. Emoties zijn semi-automatische processen binnen mijn lichamelijke bestaan. Als een reactie op wat ik buiten me zie. En dan is het altijd een kwestie van angst of toeneiging. Hè? Het is altijd vlucht of nadering. Dat is wat emoties altijd doen. Emoties hebben altijd een drijfrichting in een of andere bewegingsrichting. En dat is heel belangrijk dat we dus hier vinden. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingen in onze harten voor God. Dus in de stilte van ons innerlijk. Daar zingen we voor God. En ja, dat wordt vaak door liederen verhinderd. Waarin de wijsheid van Christus niet woont. Waarin het gaat om emoties oproepen. Waarbij je die woorden ook zou kunnen zingen. Voor een afgod of voor de Baal. Of dat je dezelfde emoties zou kunnen hebben. Of bij een poplied. Ja. Hè? Er waren mensen in de gemeente van Korinthe. Die hadden helemaal niet in de gaten wat ze deden. Die hadden het theorietje. Dat Heer Jezus aan het kruis de vloek voor ons gedragen had. En die dachten dat te kunnen uitdrukken door te zingen. De Heer Jezus is vervloekt, de Heer Jezus is vervloekt. En dat deden ze dan ook onbevangen. Zonder te beseffen dat die woorden zo slecht gekozen waren. Dat ze de indruk wekten, ook voor buitenstaanders, dat ze zeiden. Jezus is een vervloekte. Zonder die hele theologie eromheen is dat precies. Helemaal niet duidelijk. En dan zegt Paulus tegen ze. Want niemand kan door de geest zeggen, Jezus is vervloekt. Dat is ondenkbaar dat je niet snapt. Hè? Dat je niet snapt dat door dat te zingen met zo'n petiterige kleine theologie erachter om dat te rechtvaardigen. Dat je in feite getuigenis aflegt tegenover de hele wereld dat Jezus een vervloekte is. In plaats van de gezegende die door zijn opstanding de overwinning behaalde. Die de vloek van ons heeft weggedragen enzovoort. En wat die mantraachtige Jezus is vervloekt, achter elkaar. Ja, de enige die daar blij mee was, was de duivel zelf. He, maar dan is de doctrine van dat lied, dus de theologie van dat lied, is onhelder. En dat is een reden om het af te wijzen. Goede bedoelingen doen er niet toe en de emotie doet er niet toe. Het kan wel zijn dat die mensen helemaal dat zongen en het hartverscheurend vonden dat Jezus een vervloekte was geworden voor hen. Maar Paulus wijst het af, want hij zegt dan, ik zal niet alleen maar met mijn emoties zingen. Hè? Niet alleen maar, ik zal ook met het verstand zingen. Niet alleen maar in de geest, niet alleen maar in die verrukking. Hè? Maar ik zal met het verstand zingen. Heb God lief met heel uw hart en heel uw verstand. Ja, Oké, nou, ik vond het fijn dat we hier even over konden spreken. Ja, even. We hebben er een half uur over gepraat nou intussen. Nou dus, ja, dat is voor ons toch heel kort. Een half uur is voor ons niet zo lang. Nou, dus de korte samenvatting. Laten we alsjeblieft in onze erediensten boven de zondevergeving uit. Boven de morele onderwijs uit. Ook eens leren om te aanbidden. Dat wil zeggen, op een rustige, kalme, overwogen manier God zelf, de Heer Jezus zelf in het centrum van onze aandacht te krijgen. Ja. Paulus beveelt ons dat aan. Eerbied, hè? Het gaat toch altijd weer om eerbied. Eerbied, respect. Verering en aanbidding horen absoluut bij elkaar. Dankjewel. En dan luisteren we tenslotte nog naar twee versies van Psalm 8. Eerst de Anglicaanse versie van Psalm 8. En helemaal aan het einde van deze uitzending, Nederland zingt met Psalm 8 uit het liedboek voor de kerken. Because of thy enemies, press up my fist till the end.
Dat was dan de eerste aflevering van Koinonia Live. Na de lange zomerpauze, zullen we maar zeggen, die we gehad hebben. Zomerreces was het, hè? Nou ja, 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 min of meer wel. Hè? Maar we hebben wel hard gewerkt. Dat mag je zeggen. Nou, ook hard gewerkt voor deze aflevering, lijkt mij zo. Hoe bevalt het om weer in de lucht te zijn met Koinonia Live? Luchtig. Luchtig. Okay. Nee, het is fantastisch om weer te mogen beginnen. Dat we daar weer energie en tijd voor hebben. En een rustig gemoed. Dus wat mij betreft, toppie. Oké. Dan gaan wij nu afsluiten. Ik heb nog één opmerking. Heeft u een onderwerp of thema waar u graag iets over hoort, mail het ons. E-mailadres is raveen1956@hotmail.com. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.